Ik sta deze keer in een andere locatie. Ik ben namelijk in de hotelkamer in het prachtige, zonnige en redelijk warme Valencia. Hier op de achtergrond zie je Tara, die is natuurlijk weer gezellig mee. En we zijn hier op uitnodiging van Licor Quarenta y Tres. Het is eigenlijk dag 2, want we zijn gisteren aangekomen, ongeveer in de middag. We hebben ook nog lekker buiten kunnen lopen. We hebben ook de groep leren kennen. Super gezellige mensen, maar het was gewoon eventjes een soort van eerste dag. Dus we dachten, we gaan gewoon vandaag beginnen met vloggen. Het wordt een combinatie van meerdere dagen, want we zijn hier 4 dagen in totaal. Dus we zitten nu op nummer 2. En we gaan vandaag echt heel veel leuke dingen doen. Het wordt echt een mega drukke dag. Maar we gaan nu eerst even ontbijten. En dit is mijn ontbijtje. Ik heb hier wat lekkere zoete broodjes. Een mini croissantje. Dit is een broodje met chocola volgens mij. Een beetje ei. Ik heb hier een bakje met meloen. Heel veel sapjes. Ananassap, sinaasappelsap, wortelsap. Yoghurtje. Tara heeft koffie, ei. Een toastje met wat kaas volgens mij. En ook een yoghurtje. Een boter. Dus, nou, enjoy. Nou, we zijn nu even de stad ingegaan. Wat we gaan doen is, we gaan Las Fallas gaan we vieren. En je ziet ook een hele mooie sculpturen gemaakt. Ik ga er zo eentje laten zien. Het is echt super cool. Dit is helemaal met de hand gemaakt. En ingekleurd. En die dingen kosten echt super veel geld. En morgen gaan we deze ook nog eens ritueel verbranden. Dus dat is echt super cool. Goed, wat je dus hoort, dat is vuurwerk en zoals je ziet is het ook echt enorm druk om ons heen, want het is echt een hele grote feestdag. Ja, we moeten dus even goed op ons spul letten, maar het is wel heel leuk. Oké, het werd ineens heel erg druk en we zijn de groep nu alweer kwijt. Ja, we stonden echt net nog achter ze, dus, we zijn echt aan het zoeken en ik denk dat het is zo druk ook, moet je kijken. Echt in één keer waren ze gewoon kwijt. Ja, dus laten we inderdaad even erop gaan staan. We hebben de groep weer gevonden en alles weer goed gekomen. Dit lijkt gewoon op Trump, jongens. Dat is toch grappig? Nah. Hola! We lopen op dit moment heerlijk langs het strand. Die zie je hier achter. Een hele blauwe zee. We gaan alleen niet zwemmen, we gaan straks even lekker lunchen. Mm-hmm. Bij een hele mooie tent waar we als het goed is wel uitzicht hebben op de zee, dacht ik. Ja, inderdaad. En we gaan lekker paella eten. Heel veel zin in heb ik daarin. Ja, ik heb nog nooit echt de real deal gehad, volgens mij. Nee, ik heb het wel een paar keer gegeten inderdaad, maar dat is volgens mij geen echte geweest. Dus heel erg zin in. Oké, er komt nu een optocht langs en dat hoort bij het feest Las Fallas. En iedereen is heel erg mooi verkleed in hele mooie jurkjes. Oudere dames, maar ook hele jonge, lieve dames, kleine kindjes. En dan aan elke optocht, dus aan het einde, heb je een eigen band. En deze mensen lopen gewoon overal gezellig rond. Nou, we zijn even neergestreken bij een super mooie strandtent. Echt, het uitzicht is echt top. Ja, het is echt, we zien het strand, we zien palmbomen. Het is allemaal heel erg wit. Heel erg mooi. Ik heb direct zo. En we gaan hier gewoon lekker lunchen. We krijgen nu een soepje als voorrecht. We hebben geen idee wat het is. Maar het is heel lekker. Maar het ruikt lekker, ja. Is smakelijk. Ja. Maries, wat gaan we doen? We gaan eten en we hebben paaien. En het ziet er echt super lekker uit. Dit is zeg maar echt de echte. De echte. Het is een hele grote pan. Ik ben heel erg benieuwd. We zaten net een tijdje in de schaduw en we kregen het een beetje koud. Ja, de wind is zeg maar nog wel heel cool hier. Maar het zonnetje, in het zonnetje is echt heerlijk. En daarom staan we nu even gewoon hier random in de zon met het strandje op de achtergrond. Even genieten van de rust voordat de drukte straks begint. Want we gaan vanavond natuurlijk helemaal los. Ja, allemaal vuurwerk. Dan wordt het echt één grote chaos. Ja. Wij gaan nu een fallas van dichtbij bekijken. We zitten dus in het hek. Moet je kijken hoe dichtbij ik sta. Super cool. We hebben eindelijk echt goed zicht op het kunstwerk en het is zo cool. Kijk nou hoe ontzettend gedetailleerd. Ik krijg straks uitleg over hoe dit wordt gemaakt. En het is echt iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Ondertussen maakt Larissa even foto's van locals hier ook. Er is heel goed in. Jawel. Larissa, bluf dat je hem aanraakt. Heb je hem? Oh shit! We staan nu in een hele grote drukte, want we gaan straks kijken naar een lichtshow. Dat zou er super cool zijn. Ja, we zijn echt heel erg benieuwd. Al de tunnel en de muziek. Nee, de lampjes die gaan bewegen op de muziek. Ja, we staan nu echt in het midden. Er bijna gewoon recht door. Dus we gaan het zo goed zien. Heel erg benieuwd en dan gaat het weer beginnen.
is zo leuk. Kijk nou. Hi iedereen, het is al even wat later. Ik ben even overgestapt op mijn iPhone. En het is nu iets voor één, volgens mij 5 voor 1. En we staan op een rooftop van een mooi gebouw hier. Op achtste verdieping, dus best wel goed. En hierachter hebben we aan de overkant een plek waar allemaal vuurwerk wordt afgestoken. Dus we hebben zo meteen een heel goed uitzicht op het super prachtige vuurwerkshow die gaat komen. En verderop in de straat zijn er ook super veel mensen aan het wachten. Dus het is echt een groot spektakel waar iedereen naartoe komt. En zo ziet het eruit. Hier staat daar. En als je dan hier overheen kijkt, is dit plein waar je hier zo dit allemaal ziet. Dat is allemaal vuurwerk wat hier staat te wachten op deze. Ja, je kan het een beetje zien glimmen. Het zijn allemaal plastic dingetjes. Dus hier wordt het zo meteen allemaal van afgespeeld. En wij staan gewoon hier. Dus het is echt een perfect uitzicht. En dit is de rest van de stad. Dat is trouwens de maan. Die oranje. Dat oranje vlekje die je daar ziet, super gaaf. Geweest. We hebben een beetje gedanst en we zijn eventjes nu gaan zitten bij een lekkere churro-zaak. En de cameraman is ook lekker aan het filmen en we hebben nu lekkere churros en we hebben buñuelos. En we hebben ook chocoladesaus, chocoladedip en het ziet er super goed uit. Ik zal het even laten zien. Daar, hoe is het? Heel erg lekker. Jij hebt de buñuelos. Buñuelos, heel fluffy. En dan heeft ze hier een kopje met chocoladesaus. Hallo! Yum, yum, yum. Kijk dan, hier hebben we de churros, een zak vol. En hier deze, die zijn dus net iets anders. En ik ga ook even super lekker aanvallen. Oh, dit is zo vers. Yum, 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 yum. Super lekker. Hij moet hem nou nog eventjes dippen in de chocola. Super! Dit met chocola is super lekker. Het is een beetje zeg maar van bittere chocola. Really? Mmm. I love it. Hi iedereen, het is vandaag de volgende dag. Het is vandaag zondag en ik sta nu in een ruimte. We gaan zo meteen kijken naar een heel gaaf event. We gaan allemaal vuurwerk afsteken. En het worden ook allemaal kleuren met poeders. En we gaan het zien vanaf... Volgens mij is het gewoon een kantoorgebouw heel erg hoog. En dan kunnen we heel goed naar beneden kijken. Dus we hebben hier gewoon een eigen ruimte. Want we hebben naar beneden staan. Het was echt super druk. Ik kwam gewoon eigenlijk niet weg in die drukte. Maar vanaf hier hebben we gelukkig wat ruimte. We kunnen heel goed kijken. Dus dat is echt super leuk. Het spektakel gaat straks hier gebeuren. Volgens mij. En hier zitten allemaal mensen beneden. En hier liepen wij net gewoon. Hier zaten we echt in vast. En het is zo ontzettend druk. Dus ik ben heel blij met deze plek. En we hebben echt een prachtig uitzicht over de hele stad. Loopt ook nog hier door. Hier zitten ook nog steeds allemaal mensen hier beneden. En ik ga natuurlijk zo meteen voor jullie laten zien hoe het er allemaal uitziet. Dus stay tuned. Het geluid hier of zo. Ja. Want het was echt gewoon een en al knal. Oh ja, maar als je trouwens
ooit hierin wil gaan staan, doe even zo'n vingertje in de lucht en check even welke kant de wind rook. Ja, ja, ja. Want je wilt echt niet in die rook staan, want je hebt het vast kunnen zien, het was echt alleen maar rook. Ja, en dat is wel echt heel verstikkend druk. Ja, precies, ja, inderdaad. Dus ik ben blij dat we hier boven staan. Alright, het is inmiddels best wel lunch geworden, dus we zijn met de groep even naar een leuk lekker gegaan. En iedereen heeft koffie besteld en wat hebben wij? Ik heb een bolletje met limoen en met Ferrero. Kinder Bueno en Dulce de Leche. Feest! Eet smakelijk! Buenas tardes! Het is inmiddels alweer heel erg laat. Het is 11:45 in de avond. We hebben net lekker gegeten met alle meiden. Gewoon lekkere hapjes en van alles gehad. En nu zijn we onderweg naar eigenlijk het allerlaatste van deze Las Fallas. En dat is dat ze al die mooie monumenten die we hebben laten zien in de vlog gaan verbranden. Yep. Het is echt heel erg. Sommige monumenten hebben gewoon 100.000 euro gekost. En ze gaan nu alle monumenten, dat zijn er 800 in de hele stad, gaan ze vanavond verbranden. En dat is een traditie en heeft echt zeg maar als... hoe zeg je dat? Als boodschap. Ja, als boodschap of betekenis dat er een nieuwe start gaat komen. Dus ja, dat is wel heel erg mooi, denk ik. We denken ook wel heel erg intens. Er worden nog steeds hele grote knallen ook afgestoken. En we zijn dus nu onderweg naar deze happening. Oké, we zijn inmiddels gearriveerd. We mogen voor de hekken staan, dus we kunnen best wel dichtbij staan. En hier achter ons is dus de vijand die straks in de fik gaat. Best wel heftig. Ze hebben al eentje afgestoken, stinkt. Dus we hebben even onze doekjes opgedaan. En ik ben heel erg benieuwd. Ik zal me ook wat crackers, dus we hebben even oorprotectie ingedaan. Ben ik klaar voor? Ik ook. Echt para. Ik weet niet of je het kan zien, maar wat er nu naar beneden valt, dat is as. Waarschijnlijk van een ander monument of Fallas dat nu in de fik is gestoken. En dat komt allemaal op onze hoofden terecht. Hier zit een vlogje met Tara. Oh, het schiet allemaal in mijn gezicht. En de brandweer staat trouwens ook al klaar. Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is dag 3 in Valencia. 4. Oh, ja. Het is dag 4 in Valencia. En wij hebben nog een paar uur de tijd om rond te lopen voordat we gaan vliegen naar huis. En we dachten, we gaan gewoon lekker naar het strand, want we willen nog even genieten van het lekkere weer. En we hebben ook een tip gekregen van mijn beste vriendinje dat daar een heel leuk etentje zit, Bonita. Die schijnt er heel erg leuk uit te zien, lekker eten en echt iets voor ons te zijn. Dus we gaan even kijken hoe dat is. Ik ben heel erg benieuwd. We zijn inmiddels op het strand beland en we wilden dus naar Bonita. We hebben onszelf even op de wachtrij gezet, want het is echt super populair. En we moeten een uurtje wachten. Ze hebben net even foto's gemaakt bij deze kleurrijke dingetjes hierachter. Het stonk echt onwijs naar pis, maar de foto's zijn wel mooi geworden. We voelen ons nu super ranzig. We voelen ons heel goor nu inderdaad. En we kunnen nergens een kraan vinden. Maar voor de rest zijn we nu gewoon een beetje aan het rondlopen, foto's schieten. En dan straks kunnen we lekker eten. Best wel zin in. Marissa heeft eindelijk een kraan gevonden. Eindelijk even wassen. Voelt goed, Liz? Ja. Moet je pis van je handen afhalen. Die zullen we helemaal om te springen eigenlijk.
We kunnen straks wel even de zee inspringen. We zitten inmiddels binnen bij Bonita en we hebben al wat eten besteld en we zijn al begonnen. We hadden een Oreo frappe, echt mega lekker. En we hebben nu eventjes om mee te beginnen wat hummus. Hummus met pizza broodjes en het is super lekker. Het ziet er heel gezellig uit en we staan daar hele lekkere taarten, dus misschien dat we die ook nog gaan nemen straks. Ja, en we hebben ook nog een salade besteld. Dit is in ieder geval de hummus. Nou, zoals je ziet ben ik weer thuis. Sarah en ik waren helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. En ik ben na Spanje ook echt meteen verkouden geworden. Dus als je iets hoort aan mijn stem, ik ben snot verkouden gewoon. Maar we hebben echt een super leuke tijd gehad. Maar we waren gewoon een beetje moe en helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dus ik dacht, dat ga ik nog eventjes doen in dit stukje film. We hebben echt een super leuke tijd gehad. Voordat ik deze vlog ga afsluiten, wilde ik jullie ook nog graag eventjes wijzen op een hele leuke actie of een link die wij hebben. Deze link hebben we al via onze blogs mogen delen. En omdat niet iedereen blogs volgt, dacht ik ga het ook nog eventjes in deze video laten weten. Wij hebben namelijk een speciale link. Die zal ik eventjes hier onderin beeld neerzetten. En je vindt hem ook in de beschrijving, zodat je er ook echt op kan klikken. Als je via deze link een hotel boekt, en dat zal dan via booking.com gaan, dan krijg je 10 euro terug na je verblijf. Dus heb je bijvoorbeeld een hotel geboekt voor bijvoorbeeld 1 nacht en het was 100 euro. En als je dan terugkomt, als je er bent geweest, dan krijg je gewoon 10 euro in cash weer terug op je rekening. Dus heb je eigenlijk maar 90 euro betaald voor jouw hotelletje eigenlijk. Of wat dan ook je eigenlijk boekt, wat ze in ieder geval hebben op booking.com. Super fijne deal. We hebben het al gedeeld op onze blogs dus. En heel veel mensen er wel gebruik van gemaakt. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Omdat jullie misschien ook nog wel reisjes gaan maken binnenkort voor de zomer. Of misschien gewoon een klein weekendje weg. Dan kan je ook deze link gewoon gebruiken. Ik weet nu even niet aan mijn hoofd tot wanneer deze geldig is. Dus mocht je gewoon van plan zijn om binnenkort wat te gaan boeken. Ik zou hem zeker gaan gebruiken. En veel plezier. Laat me eventjes weten als je hem gaat gebruiken en waar je er bijvoorbeeld naartoe gaat. Het lijkt me heel erg leuk om te zien. En het was gewoon eventjes wat extra informatie, even een actie die ik met jullie wilde delen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken namens mij en Tara uiteraard voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer op vlog op ons kanaal te zien. Ik zie heel vaak comments voorbij komen dat jullie de vlog vrijdags missen. En wij missen de vlogs misschien soms ook wel. Dus laat me eventjes weten of jullie weer vaker vlogs op ons kanaal willen zien. En of jullie echt de vlog vrijdag heel erg missen. Of wat dan ook. We vinden het altijd fijn om even feedback te horen over wat voor soort content we op ons kanaal kunnen gaan plaatsen. Dus ik ga jullie niet verder ophouden. Ik wens jullie nog een hele fijne zondag toe. En geniet nog eventjes van het weekend. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!